kosten. Vandaag gaan we naar de winkel. We gaan een aantal dingen kopen. We gaan eens kijken, ook eerst in de Action. En dan gaan we naar de supermarkt. En dat is een beetje alles wat we vandaag gaan doen. Muffin, die zit hieronder. Momenteel. Het heeft een beetje te warm en zo van dingen. Want ik heb ook een wintervacht en zo dingen allemaal. Dus, en dat is natuurlijk heel warm. Daarmee heeft ze zo van die ijs bij haar. Het kan zijn dat we ook nog naar de dierenwinkel gaan. Dan gaan we zien of we tijd genoeg hebben om naar de dierenwinkel te gaan ook nog. In principe, ze heeft eten genoeg, dat is het probleem niet. Maar het zou voor het hooi zijn en zo van dingen allemaal om te regelen. Maar het probleem is dat mijn ene fiets helemaal plat staat. En dat ik het nu moet doen met de rugzak. Dus daarmee dat ik goed moet kijken hoe dat we dat allemaal gaan aanpakken. Dus dat gaan we allemaal een beetje moeten bedenken. Want anders dan gaan we dat niet kunnen meepakken, helaas. Dus ja, we zien het vanzelf wel. En ja, ik ben nog een beetje moe. Ik heb gisteren nog zitten erten. Ook voor de vakantievlog en zo. Omdat ja, ik had eerst op hotel gedaan. Maar ja, wegens dat daar niet genoeg internet was. Wel beneden, maar niet op de kamer. Kon ik dat niet zo goed erten. En was het heel moeilijk om alles te plannen. Dus ik ben wel blij dat nu alles online staat. Dat iedereen dat kan bekijken van de vakantievlogs. Dan hadden we nog een probleem met de video van Q-Music. Dus daar ben ik ook nog heel de tijd mee bezig geweest. Maar ik ben wel blij dat alles ondertussen online staat. Dat iedereen dat kan bekijken. Ja, en dan nog met TikTok en zo ding allemaal. Een beetje kijken wat ik daarop kon zetten. Want ik had ook heel wat video's gemaakt voor TikTok. Dus het was wel wat rijk allemaal, maar ik ben blij dat het allemaal klaar is en dan gaan we nu naar de winkel. Dus we zijn nu uit de Action, ze hadden niet wat ik zocht, dus moet ik iets ergens anders kijken. Dus ik ga straks wel even binnen in die speciale winkel, dus te kijken van een speciaal drank dat ik altijd op het internet zie. Om dat ook eens te testen. Nu zal dat eraan hebben, maar ik wil eens gaan kijken. Ach, het is weer helemaal warm en zo niet normaal. Dus, maar ik heb wel oortjes gekocht voor te lopen binnenkort, met de ballonloop. Die heb ik al gekocht. Dus, en scheerlesjes. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel gekocht. Dus die gaan we naar ergens anders. Voilà. Het lastig om met deze fiets te rijden, echt normaal. Ik wil liever met mijn jongensfiets rijden, maar ja, hij doet het niet. Zo, we gaan nu eens binnen met de kruidvat. Dus ook nog studenten, dat is iemand die wat kon werken hier. Het is goed, ik vond het bijna weer terug school. Ik zweet me dood eigenlijk, officieel zweet ik me dood. Kort komt er een nieuwe kleur op mijn haar, groen. Dit jaar het gaat worden. Als ik het vind. Dus, eens even kijken. Ja, dit had ik ook gekocht vorige keer, maar dat was al op. Dus ik moest nieuwe hebben en ik vond geen nieuwe. Maar nu heb ik ze gevonden. Nieuwe. Maar dit leg je in de koelkast en dat is echt verfrissend voor op je verbrande woontjes te leggen. Dus die gaan we zeker mee pakken. Want die zocht ik eigenlijk al heel de tijd. Want die was er net al gisteren. Was helemaal leeg. Dus ik moest nieuw hebben. Dus, en die heb ik nu gevonden. Dus ligt in de kassa. Hallo. Zo, we gaan nu naar de dierenwinkel. Ik ben uit de Carrefourhuis geweest. Ik had nog zelfs raar, dus ik kon niks filmen. Maar ik heb wel heel veel meegepakt. Dat we toch nog eten hebben voor de hele week. En dan gaan we nu naar die winkel. Om daar te kijken voor hooi en zo. Dus. Het weegt wel op de rug, omdat ik daar nog een fietsstand heb en zo. Dus het weegt wel wat. Maar dat gaat toch helemaal goed. Dan kunnen we gewoon even een bakje morgen weer helemaal uitkuisen, mensen. En daar draait het zich om. Dit is een rugzak, die zit helemaal vol. Zodat je kunt zien. Dus het is wat. Oké, de kaart zit om deze kant. Ja, maar ja, anders moet je het ook nog eens gaan zoeken. Ik heb geen goestingen, hè. Dus
zo, we gaan eens naar binnen. Zo. Kop kijk altijd mijn hooi. Dat dit ook goed is en beter is. Gepakt. En dan kan ik er alles in zetten. Ik deed de zak niet heel tijd te dragen. Dat is win-win natuurlijk. Hè. En nu stopt het een beetje. Yes. Dat is echt super veel van zitten. Mooi. Heel veel. Ik van alles. Je kunt er een pakje, je kunt voor de kat, voor de hond, alles kun je vinden. Dat is niet normaal. Zoveel hapjes hier. Je ziet dat er een stuk echt wel vol zit. En dat het er even op staat. En dan moeten we er nog naar huis rijden ook nog. Dus dat is ook nog een dingetje. Maar we hebben dan vergeten de vuur gestaan. Dat is het voedsel van de konijn, maar die hebben we nog genoeg, dus die moeten we niet meepakken. Die hebben zeer genoeg, dus de konijn komt niks te kort op dat vlak. Dus toen zei je dat weet. Als de prijs vergelijken is altijd heel belangrijk. Dus dat doe ik altijd. Nog het hooi. En dan hebben we alles. Dit is het hooi van de konijntjes. Ik heb echt heel veel. Maar je moet het kunnen meepakken, dus nemen we dit. We zullen een thema appel pakken deze week. Zo. Ik met een barbecue. Dan gaan we naar de kassa. En dan gaan we zien dat we dat gaan meekrijgen. Nu met een cactus. Peter Kind is er gek op cactus. Nee, normaal. Ze is echt gek op cactus. Als het bij zou zijn, zou dat dit meteen pakken. Dus we gaan naar de kassa. We gaan het papieren spuit zetten. Dat moet ook gebeuren, het papieren spuit zetten. En dan de groene bak ook nog. Dan gaan we het konijnenbakje nog doen en dan zijn we klaar vandaag. Dan hebben we alles gedaan wat er moest gebeuren vandaag. Dus ik mijn schoen nog aandoen. Totaal niet door dat ik mijn schoen nog niet aan had. Dus die moet ik nog even aan. Het ging dus twee. Want als je schoen niet aan, kun je niet buiten gaan. Dus, voilà. Eventjes aan de spuit smijten. Want hier, het is ook nog de blauwe zak, dacht ik. Dus dat moet ook nog gebeuren. Dus dat gaan we dan maar even allemaal doen. Hè. Zo. Ja, zo.
Voilà. Zo. Ja, ik had het eerst kunnen aandoen, mensen, ik weet het. Maar ik dacht, ik doe het toch lekker niet. Gewoon weg, het is zo te warm. En zo gaat het sneller. En het is maar tot daar, dus tot aan de paal. Dus ik zie niet in waarom ik zou om het aandoen. T-shirt. Het is al het papier. Ja. En dan de blauwe zak. Naar buiten, groene pak naar buiten en alles is weg. Dat moet ook gebeuren. Zeg maar nog eens een keertje insmeren. Het is echt al goed voor het lichaam. Zo, de groene pak, de blauwe zak nog. Eens kijken waar het is. Allee, de blauwe zak, de groene pak. Weet je natuurlijk wel zijn. Daar zat alles in de blauwe zak. De groene pak zat namelijk daar. Dus, En dan gaan we dat ook nog doen. In de blauwe zak moet voordat we dat buiten smijten. Wat dingetje wat we moeten insteken. Het scheelt natuurlijk als je 3 dagen niet thuis geweest bent, dus dan heb je ook niet zo heel veel voor erin te gooien. Dus, dat scheelt. En waar dat konijn zit momenteel, dat weet ik niet. Die had hier onder die plantjes erin zit, pijs ik. Want ik heb ze niet meer gezien. Ik ga even een blauwe zak zien. Kijk, daar is die poes weer. Die poes. Die is er ook heel vaak. De poes. Ja. Heb je dorst? Oh, die zak stinkt. Ik ga eens eventjes wat water nemen voor dat beestje. Misschien heeft hij wel dorst. Maar nooit. Het is wel water. Dat kan nooit zijn kwaad. Je moet voor de natuur zorgen, zeggen ze altijd. De natuur en wat andere mensen ervan vinden. Dat interesseert maar niet. Avondjes zien we dat we kunnen pakken. Om drinken te geven. Maar de poes moet wel kunnen drinken, versta je. Dus je kunt niet zomaar iets pakken en zeggen, ah, hier water. Dan moet de poes ook het kunnen drinken. Zo, dan gaan we dat even geven aan die kat. Een beetje korreltjes. Mijn kat leert daar geen honger door, dat hij een beetje korreltjes geeft. Dat beestje. Zo. Poesie woesie. Het is ook warm voor haar, of voor hem. Het is toch zo van genieten. En ze is even bezig met de blauwe zak, die groene pak.
zeer whisky. Hm? Ja. Het is geen whisky, hè? Een beetje bijgedragen aan de maatschappij. Met een beetje te zorgen. En dan gaan we het in de bakboot zetten. Steeds te wachten. Nog steeds. Dan maar doen op bak dragen. Vond je dit een leuke video? Zeg het duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.